kleine. Nou, loop meteen naar zijn fietskar. Nee, we gaan niet met de buggy, we gaan van de buggy. We gaan met de dingen hier. We zijn helemaal klaar voor naar de kerstman te gaan. Dat gaan we eerst doen, dan kan het zijn. En dan gaan we een foto maken aan de kersttruck. Het is zijn eerste keer, want de vorige was zijn baby. Dus ja. Yeah. Dat is de kersttruck. Mooi haar. Het is ook rond. Dus dat vind ik niet altijd heel gemakkelijk. Hè? Zo, ik heb pijlen. Zo. Voilà. Ja. En hier loopt hij dan. De kerstman. Kijk eens aan, zeg je moet de kerstman. Haha, schattig. Voilà. We moeten aanschuiven eventjes. Hier moeten we aanschuiven, de man. En hij is er helemaal klaar voor. Kijk, hij staat bij de kerstman. De voet. Nee, schattig, hè? Mooi, hè? Schattig. Naar hier kijken, naar hier kijken. Naar daar kijken. Kijk, hoe schattig. Kijk, we staan hier nu aan die kerststruk. Dat is wel schoon eigenlijk, hè? Dat is echt heel mooi. We gaan er eens helemaal rond. Dat is echt prachtig. Kijk hoe schoon het is. Ja. Kijk, we staan naast zijn deur. Oei, we zien in één keer iemand zijn ogen niet meer. Kijk, mooi hè? Ja. Maar dat is niet voor meneer hier staan. Natuurlijk laten we kind ook een beetje helpen in de keuken. Daar worden ze groot van. Roer maar. Dan word ik gestoord. Een goede tip, als je een eiken hebt gemaakt, dan doe je dat direct in warm water. Voilà, en dan ga je roeren. Zo klopt eigenlijk alles los. En zo blijft het er niet aanplakken, anders krijg je het er nog heel moeilijk af. Zo, en dan even zo zetten. Ik kraan even dicht. En dan doe je gewoon zo. Nu is de elftjes er gewoon helemaal af. Dan neem je een spons. Je neemt gewoon een sponge. Je doet er nog wat water in. Niet te warm natuurlijk, want het water is heet. Dan zo. Nog eens zo. En kijk, je ziet, de eitje is er bijna zo goed als volledig af.